Ga je gang. In eerste instantie kom je naar school om te leren. En overduidelijk weten we nu, als je meer aan het bewegen bent, gaan die leerprestaties die gaan omhoog. 100% gaan die leerprestaties omhoog. Dat is wetenschappelijk bewezen? Dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is al lang wetenschappelijk bewezen. Dat hebben we een tijd hebben we dat weggeduwd. Maar nu zijn we erachter, het gaat echt om bewegen. Op basisschool De Albatros is sporten topprioriteit. En als je het aan de kinderen vraagt, dan weet je wel waarom. Wat vinden jullie van sport op school? Heel leuk! Deden we dat bij atletiek? Niet alleen de schoolprestaties gaan erop vooruit. Het is ook een effectief middel tegen overgewicht. Nou, dat is ook natuurlijk een probleem. En daar kan je met bewegen kan je daar heel veel aan doen. En dus is het 2 keer per week vaste prik. En hoe vaak doen jullie dit? Twee keer per week. Op school? Ja. Vanzelfsprekend is schimmel op veel scholen niet. De Albatros bokst het voor elkaar omdat het een zogeheten zwarte school is. Op scholen in een achterstandswijk, net zoals dat ik hier heb, die hebben wel vaak wat extra financiële middelen. Die hebben of gewichtengelden of impulsgelden waarmee ze wel keuzes kunnen maken om eventueel een vak leerkrachtgymnastiek aan te stellen. Andere scholen krijgen de financiering van de verplichte gymles nauwelijks rond. Dat begrijp ik volkomen. Maar als we weten dat de gymnastiekles ook een hele goede ondersteuning zou kunnen zijn voor allerlei cognitieve vaardigheden, dan hebben we het nog niet eens over gezondheid. Dan weten we dat het voor scholen heel goed zou zijn als ze deze keuze zouden maken. En dus ook heel belangrijk voor de gemeente Dordrecht om daar energie en geld in te steken. En daar zijn we dus ook druk mee bezig. Dordrecht wil dat de schoolinspectie strenger gaat toezien op de landelijke basisnorm van 2 uur per week. Maar Dordrecht wil zelfs het beste jongetje van de klas worden door sport een extra impuls te geven. En daarom maken wij geld vrij om dit schooljaar 14 schoolpleinen in te richten. Dusdanig dat kinderen echt uitgenodigd worden om lekker te spelen en veel te bewegen. En dat is een dankbare investering, want wat de schoolkinderen betreft is het alleen maar hoe meer, hoe beter.